Stekelenburg. Hofkus vertrekt. Achter Litovchenko langs. Ja, dat is goed met links. Gullit bijna. En dat is met één doelpunt ook. Marco van Basten. Derde minuut. De bliksemafleider was Ruud Gullit. En de kopstoot van Marco van Basten. Wat een opsteker. En wat leuk ook voor Wim Hofkens. Die op links goed achter Litovchenko langskomt. En die met links ook heel goed die bal teruglegt. Gullit dan. En heel laag. Marco van Basten. 1-0 en dat breekt meteen de wedstrijd open. Plotseling vrij en die kan de partij beslissen. En dat doet hij. Nee, hij gaat neer, penalty dus. Geweldige dekkingsfout van de Russen achterin. Gullit plotseling weg. Safarov en Aleinikov, letten nu op, kijkers wat een geweldig gat Gullit daar heeft. Kijkt om zich heen of Vanenburg ook meekomt. Dan versnelt hij en dan pakt Dazaev hem. En zo krijgt het Nederlands elftal 6 minuten voor het einde de kans om een tweede treffer langs Dazaev te schieten. De penalty zal worden genomen door Ronald Koeman. Die moet wachten op het fluitje van Worrel. Koeman die ze bij PSV niet meer neemt. Daar is verdrongen door Romario. Hij is nog niet verleerd. 2-0. En de winst in deze oefenwedstrijd lijkt nu wel definitief met nog 5 minuten te spelen. 2-0 dezelfde stand als bij die roemruchte EK-finale.